Ik ben Paulien van der Meulen, ik ben programmamanager Anders Werken in de Zorg Friesland. We staan hier voor het coronacentrum in Friesland. En we werken in Friesland heel nauw samen in de corona-aanpak. Dat gebeurt in het regionaal overleg niet acute zorg. Er is ook een provinciaal expertise-team corona. En dat provinciale expertise-team heeft deze zomer bedacht dat we trainingen gaan geven aan de zorgprofessionals. Rondom de corona, om ze voor te bereiden op de tweede golf. Vanuit Anders Werken in de Zorg Friesland, het programma waar ik mij mee bezighoud, waren we bezig met virtual reality als element om anders op te leiden. En we hebben het aan elkaar geknoopt. We hebben de training die vanuit het expertise team kwam ontwikkeld, hebben we een virtual reality training van gemaakt. Dat is een mogelijkheid om heel compact mensen voor te bereiden op de dingen die ze tegenkomen als ze met corona te maken krijgen. Het is een 360 graden ervaring. Je komt allerlei situaties tegen. Je moet denken aan een familielid die schreeuwend aan de deur staat, maar ook een heel snel verslechterende patiënt. En je leert heel snel hoe je daarop dient te reageren. Nou, en anders werken gaat over dat we werkprocessen anders inrichten. Dat we kijken naar hoe doen we dingen zo efficiënt en effectief mogelijk met het oog op de personeelskrapte en het toenemend aantal ouderen. En de producten die we maken zijn bijvoorbeeld 360 graden videotrainingen voor zorgorganisaties. Het is dus 360, dus het gebeurt echt helemaal om je heen. Dus achter je, voor je, naast je, bedenk het maar. En zo'n training wordt uiteindelijk gemaakt met eindgebruikers. Dus met de collega's hier die tijdens de eerste golf hebben gewerkt, die zoiets hadden van: hoe kunnen wij onze collega's voor die tweede golf voorbereiden? En daardoor echt die ervaring hier vanuit het COVID-huis gehaald. Dus een 360 training, dat je hier op locatie bent, dus ook hier gefilmd. En dat je ook echt ziet van hoe je met de cliënt omgaat, als een familielid langskomt, hoe je moet corrigeren. Dus alle technische zaken van verpleegkundigen rondom een COVID-besmetting op een locatie. Dat is ook realistisch. In de zin van dat de collega's vanuit de eerste golf, dat die toen die VR-trainingen samen met ons hebben ontwikkeld, maar ook daarna terug hebben gekeken en daar ook echt emotioneel van hebben. Want dit is wat ik heb meegemaakt in de eerste golf. En dat ik dat nu kan laten zien aan collega's, dat was heel waardevol voor hen. Ja, dus het personeel te trainen, maar dan echt even in die praktijksituatie te zetten. Die je normaal gesproken zou moeten meemaken om daar van te kunnen leren. Maar nu kun je mensen dus in een gecontroleerde omgeving iets laten ervaren. Om daarvan te leren. En het is een blended learning, dus VR is niet de oplossing. Maar VR is om iemand even in die schoenen te zetten van die situatie. En dan het gesprek met die persoon aangaan van wat heb je gezien? Wat betekent het voor je werk? Hoe zou je het anders doen? Nou, deze COVID VR is de eerste module die we in gezamenlijkheid in Friesland hebben ontwikkeld in het kader van Anders Werken. Maar volgend jaar gaan we verder met vier nieuwe modules. We willen toe naar een VR-bibliotheek, zodat de aanbieders in Friesland daar gezamenlijk gebruik van kunnen maken en niet allemaal individueel video's hoeven te maken. En die bibliotheek is ook voor organisaties buiten Friesland te gebruiken. Dus dit is echt een eerste stap. We zijn ingesprongen op de actualiteit, maar we willen straks structureler met VR aan de slag als onderdeel van Anders Werken.